is wel goed zo. We staan hier op Scheveningen bij de pier, waar het evenement schuim plaats gaat vinden. Zij gaan vandaag 30 soorten bier laten proeven aan de mensen die er komen. Wij zijn heel benieuwd, Don is een weekendje weg naar het prachtige Brabant, dus helaas moet ik deze vervelende taak om het bier te gaan proeven op me nemen. Vreselijk, irritant, heel naar, rot weekend, we gaan ervoor. De beste brouwerij hebben we al gevonden, de brouwerij Scheveningen. En ja, heel vervelend, heel naar. Dat moeten we natuurlijk wel gaan proeven, hè? Ja. Wat vervelend dat Don op vakantie is. Wat naar. Oké, ik hoor gewoon twee bieren. Hij zit met twee, toch? Ja, dat komt wel goed. Dan gaan we. Dat kunnen ze wel hier in Scheveningen. Moeten we dat echt opdrinken? Wat vervelend, hè? Ik ga mijn cameraman ook gewoon een slokje geven zometeen. Die laat nou wel te wankelen. We weten inmiddels dat jullie hier bier brouwen. Hoe lang zitten jullie hier al op Scheveningen? De brouwerij zat nu 2 jaar in Scheveningen. Hij zat vroeger in Brouwcafé, zo'n klein cafeetje. Dat was een kleine brouwerij, maar nu zit er een grotere brouwerij waar we nog meer bier kunnen maken. Oké, en voor de normale klanten is het ook gewoon toegankelijk of de mensen mogen komen kijken? Nee, het is niet de openbare brouwerij, maar als mensen een afspraak voor een bierproeverij willen kunnen doen, dan kunnen ze dat wel doen. Dan kunnen ze gelijk wat bier proeven en de brouwerij zien. En zijn er kosten aan gebonden? Ik denk het wel natuurlijk. Dat is er wel kosten aan verbonden, ja. Het ligt er een beetje aan hoeveel bieren je wil proeven en dat soort dingen, maar dat kunnen ze allemaal op de website vinden van Brouwerij Scheveningen. Oké, nou ik zou zeggen allemaal naar brouwerijscheveningen.nl denk ik. .nl. En meld je lekker aan en proef een lekker biertje. Deze is heel lekker. Welke was deze, die lichte? Dat is de Ooievaar. Dat is een blond bier met haver en rogge gebrouwen. Dat maakt hem wat kruidiger van smaak. Oké, nou de Ooievaar. En dit is een bokbiertje denk ik? Ja, echt een herfstbok voor dit seizoen van het jaar. Wat lekker zoetig bokbiertje. Nou ja, ik ben zelf een enorm bierliefhebber. Dat weet Albert Heijn bij mij op de hoek ook. Dus wij gaan even verder proeven en we laten het jullie zo weten. Dit was alweer het bierfestival Schuim. Wij hebben dit keer echt letterlijk genoten. Het bier was goed, het sfeer is gezellig en de tappers zijn supergezellig. Zou dat komen dat ze een biertje te veel op hebben? Ik denk het wel, maar dat maakt niet uit. Het was super. Wij hopen dit volgend jaar weer terug te kunnen zien. En ik hoop dan jullie ook tegen te komen. Tag mensen die je gezien hebt, deel en like deze video. En tot de volgende keer. Houdoe.